Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe bullet journal video voor jullie. En allereerst heb ik de voorkant nog wat versierd met een roze en een soort blauw turquoise elastiek. Hij ziet er nu toch net iets vrolijker uit dan wanneer hij gewoon helemaal zwart is. Ik heb de maand januari nog iets uitgebreid. Ik heb hier nog wat pagina's aan toegevoegd. En dit eigenlijk omdat ik nog wat leuke activiteiten had. En die vond ik wel heel erg leuk om nog te verwerken in mijn bullet journal. En daarna ben ik lekker gegaan met de maand februari. Maar voordat ik veel te veel ga praten, laten we maar snel gaan kijken hoe de bullet journal is geworden. Zoals ik al zei, heb ik eerst nog wat pagina's voor januari gemaakt. En vorige keer zijn we gebleven bij de memories pagina. Ik heb hier nog twee foto's aan toegevoegd. En deze zijn van de Indoor Calls in Ermelo. Ik heb hier nu gewoon een mooi overzicht van alle leuke momenten in januari. En dat is wel heel erg leuk om te hebben. Omdat ik echt mega veel gave foto's had van de Indoor Calls, heb ik besloten om daar ook nog een aparte pagina van te maken. Ik heb gewoon met simpele handlettering Indoor Calls en de datum geschreven. Hieronder ook nog Dance Fever. En ja, ik heb dat niet met heel erg veel kleur gedaan. Want de foto's hebben al best wel veel kleur en ik vond het gewoon mooi om hier een strakke pagina van te maken. Ik kreeg thuis de paard en sport toegestuurd. En daarin stonden toevallig de woorden Ermelo en KNS. En aangezien de Indocross op het KNS terrein in Ermelo werd georganiseerd, leek het me wel leuk om erbij te plakken. Ook ben ik in januari naar Jumping Amsterdam geweest. En in de paardensport stond een advertentie van Jumping Amsterdam. Dus dat heb ik mooi uitgeknipt en hier bij mijn bullet journal geplakt. Ook ben ik op de foto geweest met Esra, Floor en Matthijs. Ik zit namelijk vanaf januari bij Go Social Tennis aangesloten. En dit is een agentschap voor paarden-YouTubers. Een aantal grote paarden-YouTubers zitten daarbij aangesloten. En ze hebben mij daar ook voor gevraagd. En daar ben ik heel erg trots op. Dus daar kunnen jullie nog leuke dingen van gaan verwachten. Er stond ook bij de binnenkomst een beeld van EAS Communications. Dat is het bedrijf die het agentschap is begonnen. En daar ben ik ook eventjes mee op de foto geweest. Ongeveer in november of in december is Ponytail zijn eigen bedrijf begonnen. En die maken allemaal armbandjes en kettingjes en oorbellen rondom de paarden. Dus hier hebben ze bijvoorbeeld een paardenhoofdje. En je hebt met een rosette, je hebt echt heel veel leuke dingen. Ook een zadel, een cap, een borstel. Maar dat kwam ik al tegen op Instagram en toen was ik er al helemaal verliefd op. En net voordat ik naar Jumping Amsterdam ging, toen zag ik dus dat ze ook met de standje op Jumping Amsterdam stonden. En natuurlijk moest ik daar eventjes langs om te gaan kijken. Ik vond het paardenhoofdje zo leuk dat ik die heb gekocht. Dus daar heb ik ook even een foto bij geplakt. En ik heb mijn twee kaartjes, want ik ging samen met mijn moeder, heb ik ook erbij geplakt. Dat vond ik gewoon nog een extra leuk effect geven op deze pagina. Daarnaast heb ik mijn wishlist gemaakt. En ik heb gewoon verschillende stukjes papier uitgeknipt. En dit papier met die streepjes kwam ik ook nog tegen, dus dat heb ik er nog overheen geplakt. Ik heb er gewoon lekker een soort knutselpagina van gemaakt. En ook nog wat stickertjes en wat hartjes bijgeschreven. Ik wil heel erg graag een GPA cap. Ik vind die zo mooi en deze kan je zelf helemaal samenstellen. Het is de GPA First Lady en ja, die wil ik dan met een brede klep en met diamantjes, want dat vind ik zo mooi. Dus daar ga ik hard voor sparen. En daarnaast wil ik over een tijdje ook nog nieuwe rijlaarzen gaan kopen. Want die van mij heb ik nu al best wel lang en die beginnen echt een beetje te slijten. Dus dat staat op mijn wishlist. Dan komen we bij februari. En allereerst heb ik gewoon een pagina gemaakt waar ik een paardje heb getekend. En ik heb daar een soort quote neergezet. Don't wish for it, but work for it. En dat betekent eigenlijk dat als je iets wil dat je het niet moet wensen. Maar dat je er gewoon hard voor moet werken en dat het dan vanzelf wel lukt. Ik heb drie belangrijke data, heb ik hier een soort van bij februari omcirkeld en gezegd wat het is. Op 4 februari heb je de dressuurkampioenschappen. Op 14 februari is het Valentijnsdag en dat vond ik wel leuk om er ook bij te zetten. Aangezien februari natuurlijk echt bekend staat om Valentijnsdag. En op 18 februari heb ik de springkampioenschappen. Ook heb ik er nog een leuk stickertje bij geplakt en hieronder washi tape gedaan. We komen hier weer op de wedstrijdpagina en deze zullen jullie vast nog wel herkennen van vorige maand. Hier heb ik gewoon weer de locatie, de discipline, de plaats en het aantal punten.
En toevallig kwam ik in de paardensport ook deze wedstrijdknotjes tegen. Dat is natuurlijk wel heel erg toepasselijk op deze pagina. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om erbij te plakken. Ik heb het gewoon een beetje uitgescheurd. En dat vond ik wel een extra leuk effect geven. Ook heb ik zelf nog een rozet getekend. En kwam nog ook een sticker van een paardenhoofdje tegen. Dus die heb ik erin geplakt. Dan hebben we hier weer de tracker. En vorige maand had ik het ingekleurd met kleurtjes. En dit keer heb ik gewoon met een gouden pen kruisjes gezet. Ook deze bitten kwam ik tegen in de paardensport. En die heb ik hier ook hier geplakt. Ik kreeg trouwens van verschillende mensen berichtjes van wat moet je nou doen als je niet een printertje hebt of geen foto's uit kan printen. Nou ja, dan kan je dus bijvoorbeeld een magazine of een boekje kopen waar je dus zulke leuke plaatjes uit kan knippen. En je hebt dus echt niet altijd een printer nodig. Dan komen we op de tracker van mijn YouTube. Ik heb aan het begin van de maand weer mijn subs en mijn views erop geschreven. En dan kan ik dat aan het eind van de maand ook weer doen, zodat ik kan zien hoeveel ik gegroeid ben. En ik heb er nog een quote bij geplakt. Collect moments, not things. Die vond ik wel een hele mooie quote. Ook met de achtergrond erbij. En op deze pagina heb ik een soort inspiratiepagina gemaakt. Allereerst heb ik gewoon een mooi achtergrondje erop geplakt. En daarna drie verschillende foto's. Deze komen van Pinterest. En ik vond dit roze dekje wel heel erg mooi bij de achtergrond passen. Sowieso dit hele setje vond ik er heel erg mooi uitzien. Hier alle hoofdstellen netjes op een rijtje. En hier een aantal stijgbeugels met stallen op de achtergrond. Ik vond dat gewoon wel heel erg leuk om daar ook in te plakken. En hier heb ik mijn februari training tracker. Ik heb het iets anders gedaan dan vorige maand. Toen had ik vier verschillende emoticons op een rijtje gezet. En dan die ene met een heel blij hoofdje en die andere met helemaal niet een blij hoofdje. En dan kon ik dat inkleuren, hoe het was gegaan die dag. Maar dit keer heb ik het iets anders gedaan. Ik heb hier gewoon van 1 tot en met 28 februari een hele planning gemaakt, eigenlijk soort van. En ik heb met de Stabilo pastelmarkers heb ik 4 uitgekozen en erachter gezet niet fijn, redelijk, fijn en geweldig. En dan kan ik elke dag dus een streepje zetten hoe het voor mijn gevoel ging. En ja, dan kan ik dus een beetje in de gaten houden van hoe vaak gaat een training nou eigenlijk slecht en hoe vaak gaat het nou goed. Dat is wel heel erg leuk om dat in een overzicht van de hele maand te bekijken. Ook hier heb ik weer wat stickertjes bij geplakt. En hieronder weer een washi tapeje. Hier heb ik een pagina gemaakt van de kampioenschappen. Dit zijn de dressuurkampioenschappen. En ik heb daar 3 hele mooie foto's gekocht. Ik heb hier de datum erbij gezet. En ook nog wat stickertjes. Dit is een stickervel van de Bruna. En het zit echt heel veel leuke teksten en quotes en van alles zit erop. Ook nog gewoon losse letters. En ook nog hartjes en sterretjes. Allemaal in het goud. Dus dat is echt een heel erg leuk stickervel. En dat was het dan alweer. Ik zal vast nog wel wat in februari erbij maken. Misschien nog een pagina van de springkampioenschappen. Maar dat zien jullie dan weer in de video van de volgende maand. Ik vind het in ieder geval echt heel erg leuk geworden. En ik weet eigenlijk niet precies wat mijn favoriete pagina dit keer is. Ik vind dit wel heel erg leuk geworden met die bitten en die knotjes ernaast. Het is wel gewoon, het past echt precies bij deze pagina's. En ja, sowieso deze 2 pagina's vind ik ook heel erg leuk geworden. Dus nou, laat in ieder geval in de reacties even weten welke pagina jullie het leukste vinden. Zo, dat was hem alweer voor deze maand. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden en dat jullie er weer wat inspiratie uit kunnen halen. Zelf vind ik deze maand denk ik nog leuker geworden dan vorige maand. Ik had deze maand ook wat meer inspiratie en ik had er echt heel erg veel zin in om er wat leuks van te gaan maken. Dus wellicht belooft het wel wat voor de volgende maand, dat het misschien dan nog leuker wordt. Ik vind in ieder geval deze maand heel erg leuk geworden en ik hoop jullie ook. Het lijkt me ook heel erg leuk om te zien wat jullie er allemaal van maken. Dus ben je nou ook je eigen bullet journal gestart? Plaats je foto dan op Instagram met de hashtag bulletjournalromy. En dan zal ik je foto een like geven en dan zal ik er ook onder commenten. Dus plaats je foto op Instagram met de hashtag bulletjournalromy. En dan is het ook wel heel erg leuk dat jullie onder de hashtag elkaars ideeën kunnen zien. En misschien kan je daar ook nogal wat inspiratie uit halen. Dus dan maken we gewoon een hele speciale hashtag op Instagram. En dan komen er allemaal bullet journal pagina's rondom de paarden. Of mocht je iets anders hebben gemaakt, dan mag dat natuurlijk ook. En dan komt er gewoon allemaal leuke bullet journal pagina's. En dan ook nog eventjes iets anders. Want onder mijn vorige bullet journal video kreeg ik best wel wat vragen van welke spullen gebruik je nou allemaal. Wat voor pennen en waar komen je plaatjes vandaan. Het lijkt me wel leuk om daar een hele aparte video van te maken om het allemaal uit te leggen. Sommige plaatjes heb ik namelijk uitgeknipt uit tijdschriften en andere die haal ik weer van Pinterest. En daar heb ik een speciaal printertje voor om dat allemaal uit te printen. Dus zijn jullie daar benieuwd naar? Laat het dan ook eventjes weten hieronder in de comments. En dan maak ik daar nog een aparte video van.
voor alle spullen die ik voor mijn bullet journal gebruik. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En laat ook nog even in de comments weten welke pagina je het leukste vond. En dan hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!